René LeBlal, 55, ervaart de laatste tijd aanzienlijke gezondheidsproblemen die hem flink belasten. In een gesprek met Story deelt de zanger zijn recente medische tegenslagen, dit jaar heb ik echt wat pech gehad met mijn gezondheid, zegt hij. Eerst kampt hij met een longontsteking, en daarna kreeg hij tijdens zijn vakantie te maken met een bacteriële infectie. Dit heeft hem zelfs zo'n 5 kilo laten afvallen. Hoewel deze tegenslagen al zwaar genoeg zijn, zijn ze niets vergeleken met de huidige problemen waar hij mee worstelt? Ik heb nu last van een lage hernia, met uitstralende pijn naar mijn benen, legt René uit. Ik ben inmiddels al zeven weken op zware medicatie. Het is nog niet voorbij, dat zeker, maar gelukkig merk ik sinds een week een klein beetje verbetering. Volgens mijn arts begint de zenuw heel langzaam weer vrij te komen. Gelukkig heeft René recent andere medicatie gekregen. Voorheen kreeg hij het omstreden Oxycodon voorgeschreven, een krachtige pijnstiller die in Amerika als zeer verslavend wordt beschouwd. Het is een feit dat jaarlijks ongeveer 70.000 mensen in de VS overlijden door een overdosis zware pijnstillers, met Oxycodon als de grootste boosdoener. De effecten waren schokkend, zegt René. Ik had hallucinaties en zag dingen die er niet waren, zoals mensen die van daken sprongen. Ik wist niet meer wat echt was. Vaak nam ik om elf uur s'avonds een pil en zat dan drie uur later beneden, zonder te weten of ik überhaupt had geslapen. Gelukkig heeft zijn arts hem onmiddellijk van deze gevaarlijke medicatie afgenomen en vervangen door alternatieven zonder opiaten. Dat is een enorme opluchting, voegt René eraan toe. Een kennis van me was lange tijd aan oxycodon verslaafd en moest uiteindelijk een afkicktraject doorlopen. Dat is een uiterst zware ervaring en absoluut geen pretje. De zanger kijkt hoopvol naar de toekomst, Ondanks de uitdagingen die hij momenteel ondergaat. Het is duidelijk dat René veerkrachtig is en vastbesloten om zijn gezondheid weer op de rails te krijgen.